In deze video examen 2018, tijdvak 2, wiskunde A, de vragen 4 tot en met 8. Nou, gaat over besmettelijke ziektes en daar krijgen we even een voorbeeldje. Heb je dus in week 50 heb je dus een ziekte met B is 3. Dan heb je in week 51 heb je dus 3 zieken. En in week 52 heb je er 9 en in week 1 heb je er 27. Dit is een leuk voorbeeldje. Maar goed, in de praktijk werkt dat natuurlijk niet zo, want we hebben te maken met vaccinatie. En dan heb je niet B, maar je hebt dus BV. Dus je hebt twee situaties. Eentje met B en eentje met BV. En met BV heb je dus te maken met een vaccinatie. Nou, en de formule van B, daar hebben we mee geoefend net, in het voorbeeldje. En dan hebben we ook de formule van BV, en daarin is B de vaccinatiegraad. Nou, is de vaccinatiegraad hoog, dan heb je automatisch een kleiner aantal personen dat besmet wordt. Klinkt op zich logisch. Nou, we moeten dat eventjes beredeneren aan de hand van formule 1. Dus ik heb de formule even opgeschreven aan de rechterkant. En dan gaan we eerst even in het klad werken. En daarna gaan we dat even netjes opschrijven. Dus ik ga kijken naar de breuk. Want daar staat de letter P in. En P wordt groter. En als P groter wordt, dat is dus de teller, en de noemer blijft gelijk, dan wordt de uitkomst groter. Nou, tussen de haakjes, als je van 1 een groter getal afhaalt, dan wordt dat deel kleiner. En als je die B vermenigvuldigt met een getal dat kleiner is, dan wordt BV ook kleiner. Nou, dat gaan we even netjes opschrijven. Dus, als P groter wordt, dan wordt de breuk groter. Dan wordt 1 min de breuk kleiner. B keer de breuk wordt kleiner. Of B keer datgene tussen haakjes wordt dan kleiner. En BV dus ook. Nou, heb je dus een situatie waarbij BV groter is dan 1. Dat is onwenselijk. En dan hebben we te maken met een uitbreiding van de ziekte. Nou, voor griep geldt dat B is 2,2. En met formule 1 moeten wij aan de slag. En dan moeten we dus gaan berekenen hoe het zit met de vaccinatiegraad. Dus ik ga B vervangen door 2,2 en BV door 1. En ik heb dus een vergelijking opgesteld. En ik ben heel nieuwsgierig naar het snijpunt. Want dat zegt wat over P, de vaccinatiegraad. Dus ik heb twee formules en die ga ik in mijn rekenmachine zetten. Dan ga ik dat plotten en dan is het altijd eventjes zoeken hoe moet ik die assen instellen. Maar als ik ga kijken naar de y-as en ik ga kijken naar mijn eerste formule, dan kan ik het beste zoeken tussen 0 en 2, want halverwege zit daar mijn eerste formule. Nou, die x-as, dat is dus eigenlijk mijn p-as en p staat weer voor de vaccinatiegraad. Dus kleiner dan 0, daar hoef ik niet te zoeken. En groter dan 100 ook niet. Hè? Dus ik zoek tussen 0 en 100. Dus ik vul dat in op mijn rekenmachine. En ik ga plotten. En dat neem ik over. Nou, menu functie snijpunt geeft 54,54. Puntje, puntje, puntje. Ga ik eventjes terug naar de vraag, want groter dan 1 is onwenselijk. Dus ik moet onder de 1 moet ik zoeken. Nou, dat snijpunt is dus 54,54, dus ik moet aan de rechterkant van het snijpunt zoeken. En verder moet ik ook nog afronden op een geheel getal. Dus ik maak hiervan 55%. Van de Nederlandse bevolking heeft 14% zich laten vaccineren tegen griep. Dus P is 14. Nou, verder staat er nog dat stel
Er zijn 1000 personen in week 40 die griep hebben. En dan kun je voor griep gelden overigens BS2,2. Handig om te weten. En je kunt er berekenen hoeveel personen met griep er in week 46 zullen zijn. Dat zijn dus 6 weken verder. Oké. Nou, en dan kunnen we dus kijken naar de situatie waarin iemand niet gevaccineerd is. En we kunnen kijken naar de situatie waarin mensen dus wel zijn gevaccineerd. Dus we gaan kijken naar zonder vaccinatie. En zo'n voorbeeldje hebben we ook al gezien in de intro. Maar toen hadden we dus een ziekte waarin B dus gelijk was aan 3. En nu hebben we dus een ziekte, een griep, en B is 2,2. Nou, als je dus 1000 mensen hebt, dan ga je dus keer 2,2 doen. En dat dan 6 keer. Dus vandaar de macht 6. Dus zonder vaccinatie heb je in week 46 113.380 mensen die ziek zijn. En met vaccinatie, B is 14, dus kunnen we berekenen hoe het zit met BV. Nou, en dat vullen we in en dan komen we uit op 1,892. Nou, dat is een aardig verschil met die 2,2. Dus met vaccinatie is dan 1000 keer 1,892 tot de macht 6. Nou, gaan we berekenen hoeveel procent dat minder is. En dan komen we uit op 60%. Vraag 7. Even kijken. In een situatie waarbij BV is 1, kan formule 1, die kunnen we herleiden tot een nieuwe formule. En dan hebben we dus P uitgedrukt in B. Dan krijgen we dus formule 2. En wij laten die herleiding zien. En P moet aan de linkerkant, dus ik draai ze eventjes om. Nou heb ik links een vermenigvuldiging met B. En daar wil ik wel van af. Dus ik ga delen door B links en rechts. Nou, dan breng ik die 1 breng ik eventjes naar de rechterkant. En dan zet ik dat minnetje even bij de P. Ja, dus 1 naar de rechterkant wordt dan min 1. En er staat nog steeds min P gedeeld door 100. Nou, dat min 1 daar staat daar een beetje vervelend eigenlijk. En ik wil graag kruislinks vermenigvuldigen. Dus ik wil aan zowel de linker als de rechterkant van het gelijkteken wil ik een breuk hebben staan. Dus ik ga hier 1 breuk van maken. En dan ga ik die 1, die ga ik schrijven als B gedeeld door B. En dat is 1. Maar het mooie hiervan is het volgende. Ik heb nu 2 gelijke noemers en dan kan ik de tellers bij elkaar doen. Dus in de teller heb ik dan 1 min B en de noemer is dan B. Nou, dat neem ik even over. En nu kan ik kruislinks vermenigvuldigen. Dus dan krijg ik min P keer B. 100 keer 1 en 100 keer min B. Nou ben ik bijna klaar, want ik ga nu links en rechts delen door min b, de b van Bernard. En dan hou ik aan de linkerkant hou ik p over. Dan krijg ik 100 gedeeld door min b. En ik krijg min 100b gedeeld door min b. En het aardige is, als je min en min op elkaar deelt, dan krijg je plus. Dus ik heb sowieso min 100 gedeeld door b plus. Nou, en dan heb ik in de teller en in de noemer heb ik de letter b die ik wegdeel. En dan ga ik het nog eventjes zo schrijven, zoals formule. Zoals formule 2. Dus dan zet ik die 100 eventjes vooraan. En dan zijn we klaar. Dan gaan we naar vraag 8. De ziekte mazelen is veel besmettelijker en gevaarlijker dan griep.
En als niemand zich laat vaccineren, besmet één persoon met mazelen gemiddeld 20 andere personen. Met andere woorden, B is 20. Nou, even kijken. In de figuur is van verschillende landen in de Europese Unie de vaccinatiegraad tegen mazelen weergegeven. En een vaccinatiegraad, die kunnen we berekenen als we B weten. En we weten B. Dus ik kan P berekenen, dat is aardig. En dan staat verder nog, onderzoek in welke landen uit de figuur de ziekte mazelen zich zou uitbreiden. Dus dan gaan we die deling ook doen, hè? Dus dan krijgen we 100 min 100 gedeeld door 20, dat is 95. Dus ik ga een verticale lijn trekken en ik ga aan de linkerkant kijken. Want daar zitten we onder de vaccinatiegraad van 95. En dat zijn nogal wat landen. En als je die allemaal even netjes opschrijft, dan heb je vraag 8 beantwoord. Einde van deze video. Tot de volgende keer.